Het zeg maar dus eigenlijk dat je gewoon door de vanzelfsprekendheid van het succes, je wilde eigenlijk gewoon weer proberen om dat succes te verdienen. Kan ik het zo zeggen? Ja, dat is eigenlijk dat is een goede manier, om het op te sommen, ja. Ja. Je moet gewoon even weer die kick van lukt het wel, lukt het niet? Ja, even terug inderdaad de kick krijgen. Met Case Choice was het eigenlijk vanaf de eerste minuut is altijd, elk jaar altijd beter gegaan bij ons. En de laatste jaren stagneerde het wel een beetje, maar het was altijd zo en verder en een stap verder en een grotere zaal. En nu spelen we in Vorst en nu spelen we in Ahoy. En ik denk dat ik op een of andere manier een beetje de feel verloren was met de essentie ervan. Gewoon het liedje en spelen en zingen. En daar terug echt plezier in kunnen vinden. Heb je zeg maar ook door de afgelopen 2 jaar door iets meer in die kleinere zaal te spelen en iets meer zeg maar op jezelf terug te worden geworpen, heb je daardoor ook zeg maar iets meer de essentie zeg maar van jouw schrijven, van jouw liedjes schrijven gevonden? Ja, ik ben ook op een korte tijd een veel betere muzikant geworden. Ik had met Case Choice altijd 2 gitaristen naast mij die alles deden. En ik schreef wel liedjes op gitaar, maar ik nam het eigenlijk niet als serieus. En nu bijvoorbeeld die theatertour die we nu doen, speel ik bijna op elk liedje mee. Een liedje bas, een 12-string, een gitaar, dat zijn allemaal dingen, elektrische gitaar, dat zijn allemaal dingen die ik eigenlijk 2 jaar geleden gewoon niet kon. Ik heb echt leren gitaar spelen. Dus dat komt er ook nog bij. Ik sta dichter bij mijn muziek omdat ik het beter beheers ook. Op dit moment. Daar ben ik ook wel heel blij en heel trots mee. En sowieso, er is heel veel gebeurd in de afgelopen jaren in mijn privéleven. En als je goed voelt, in het algemeen gewoon, dan wordt alles toffer. En ik denk dat er natuurlijk ook wel mee te maken heeft. Mijn leven is gewoon beter, dus ja, de concerten zijn plezanter, want ik voel me gewoon beter aan het begin van de dag. Ja, dus daarom vroeg ik me af, zeg maar, omdat je zeg maar, volgens mij dat je coming out had gehad, plus het einde van Case Choice, dat liep een beetje samen, of dat niet? Liep een beetje samen. Dus kun je dat scheiden, zeg maar? Nee, eigenlijk niet helemaal, want ik bedenk me soms wel eens, als heel die periode een jaartje vroeger had gebeurd, had ik misschien wel gewoon een nieuwe plaats met Case Choice gemaakt en mij even goed gevoeld. Dus ik weet niet juist waar dat het feit dat ik op solo begonnen ben en het feit dat je een vriendin hebt en oud bent, waar dat het ene stopt en het andere begint, dat kan ik eigenlijk heel moeilijk zeggen. Maar in ieder geval, alles is wel ineens op zijn plaats gekomen op hetzelfde moment. Dus eigenlijk is het dus ook nog wel steeds een toekomst voor Case Choice? Ja, Gert en ik hebben er onlangs nog over gepraat. Wij willen echt zeker nog werken samen. Hij gaat nu in februari een soloplaat opnemen, dus wij gaan alle twee in 2007 soloplaten uitbrengen. En zien wat er gebeurt, en dat kan altijd 1000 richtingen uitgaan, dat kunnen we niet voorspellen. Maar we hebben wel afgesproken dat we na de cyclus van de volgende soloplaat, dat we terug samen gaan zitten en zien wat dat we kunnen doen. Maar vindt hij ook zeg maar, dat jij beter in je vel zit nu? Ziet hij dat ook? Ja, hij ziet dat zeker. Hij zag dat ook al direct als ik... van het moment dat ik mijn eigen een beetje gevonden had, voelde hij ook wel direct dat verschil. En dat was voor hem ook wel goed, zeg maar dan. Ja, hij is natuurlijk gewoon heel blij voor mij. Ja, ik bedoel ook zeg maar, met de band, zeg maar. Want hij zegt natuurlijk ook. Ik weet niet of hij echt. Wilde hij door met de band? Of lag nee, ik denk dat het voor hem ook heel goed was. Okay. Wij hadden eigenlijk nog nooit apart een plaat gemaakt. En onze smaken liggen heel dicht bij elkaar en als we een Case Choice plaat maakten, was dat eigenlijk heel gemakkelijk. Het kiezen van de nummers en samen beslissen wat we nog bij wilden qua arrangementen, instrumentatie, dat was eigenlijk allemaal heel gemakkelijk. Maar toch, als je met iemand anders een plaat maakt die 50% van de beslissingen maakt, moet je toch nog compromissen sluiten. Ook al zijn die compromissen niet zo moeilijk, het blijven wel compromissen. En als je natuurlijk een plaat alleen maakt en jij zegt het laatste woord, zelf, dan gaat het wel eens een beetje een andere richting uit. Ik denk dat dat heel tof was voor hem om dat te ervaren. En dat is ook heel tof geweest voor mij om dat te ervaren. Ik kon zelf alleen die plaat schrijven en ik ben zelf degene die beslist welke nummers dat erop komen en hoe dat die nummers gaan klinken. Dat was ook zo, er kwam wel wat zelfontdekking bij kijken ook. En daarom denk ik ook dat als we terug samenkomen, binnen een paar jaar om een plaats samen te maken, dat we er ook heel hard in gegroeid gaan zijn. En dat we meer gaan kunnen dan toen dat we even uit elkaar gegaan zijn.